En de nieuwe Vlaamse minister van Cultuur, Joke Schouwvliegen, krijgt nog voor ze aan haar opdracht is begonnen al veel kritiek uit de kunstensector. Er is vooral onvrede over het feit dat ze geen ervaring heeft in haar beleidsdomein. De kunstenaars vinden ook dat cultuur te weinig aandacht krijgt in het regeerakkoord. Valerie Bouwens. Het is geen examen, mevrouw, maar mag ik u eens vragen wat het laatste toneelstuk is wat u gezien hebt? Het laatste toneelstuk, dat was een of ander amateurtoneel bij mij in de gemeente, waar ik trouwens bijzonder van genoten heb. Van kunst en cultuur heeft kersvers Vlaams cultuurminister Joke Schouwvliegen weinig kaas gegeten. Zo bleek maandag in de studio van Ter Zake. En ook in het Vlaams parlement werd ze door de oppositie vanochtend smalend aan de tand gevoeld. Kent u het schilderij Déjeuner sur l'herbe, mevrouw Schouwvliegen? Van Édouard Manet. Dat is ongeveer wat ik mij bij natuur en cultuur kan voorstellen. U moet dat eens bekijken. Ook op veel mensen uit de kunstensector heeft Schouwvliegen een beroerde eerste indruk gemaakt. Een ministerportefeuille als derde kans onderwijs, dat had ik nog niet meegemaakt. Dus het is toch een beetje onwaarschijnlijk. Ik hoop dat ze een goede student is, maar het zal definitely een tweede en derde zit worden. Hè. Er is een verschil tussen iemand die, denk ik, een beleidsdomein echt inhoudelijk onder de knie heeft en iemand die beleid moet voeren. Het is belangrijk dat de minister zich laat omringen door mensen die het zeer goed kennen, naar de sector luistert en belangrijke keuzes maakt. De sector vuurt zijn pijlen niet enkel af op Schouwvliegen, maar op de hele nieuwe Vlaamse ploeg. Want nu al is duidelijk dat ze cultuur stiefmoederlijk zal behandelen, klinkt het. Het is volgens mij al een teken aan de wand dat cultuur gewoon ondergeschoven wordt bij, op dit moment is het weer natuur en leefmilieu. In het regeerakkoord staan 9 pagina's over cultuur, reageert Schouwvliegen, en dat is uitzonderlijk veel.